Hoi, morgen is de Dutch YouTube Gathering nummer 8 alweer. En een paar maanden geleden was het natuurlijk nummer 7, duh. En daar hebben we, Lisa heeft daar hele leuke foto's gemaakt van mij en de kijkers. En daarvan hebben we hier nou even een slideshow van gemaakt. Heb ik buttons laten maken en die aan jullie uitgedeeld. En ook onder andere deze tasjes laten drukken. Dit was een soort print met meerdere kleuren. Maar ik wilde dat heel graag aan jullie geven, zeg maar. Maar dat werd erg duur. Omdat er verschillende kleuren in zitten, wordt het snel €15 per tasje dat ik jullie voor moet verkopen. En ik wil het leuk houden en zoveel mogelijk van jullie dat verkopen. Zodat jullie mee kunnen doen. Daarom heb ik deze laten drukken. Het is één kleur, maar het is hele toffe tasjes. Het lijkt een beetje eco-tasjes. Geen idee of het zo is, maar het lijkt wel zo. En het is een zeefdruk. Dus hij is super mooi. En het is een hippe kleur. Ook geschikt voor jongens. En Gijs staat erop, de mofzond. En natuurlijk het I love schattige. Dus die kan je morgen voor €5 bij mij kopen. Vanaf 5 uur sta ik op het podium tijdens het Q&A beauty panel. En daarna mag ik een half uur bij de merchandise stand staan. Een half uur lang, nadat ik het podium ben afgerold, sta ik daar voor jullie om het tasje te verkopen. Neem dus allemaal €5 contant mee, gepast het liefst. Zou heel fijn zijn, anders wordt het misschien een beetje lastig. Dan moet je er ineens 10 kopen of zo. Ja, ik heb er in totaal maar 60 laten drukken. Dus als je er één wilt, wees snel. En wees dan ook in dat half uurtje daar. En dan kan je deze toffe tas scoren voor €5. €5. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik vind het gewoon te leuk om iets te doen op de gathering voor jullie. Dus ik heb dit bedacht. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen. Excited. Doei. Peace out. Ze kunnen ook als muts, denk ik. Het is lekker warm. Voor de koude dagen. Dat kan prima.